Hallootjes en gezellig dat je weer kijkt naar deze vlog. Ik vind het erg leuk altijd om jullie reacties te lezen. Zeker de laatste tijd op mijn, ik noem het even mijn eetdagboek, maar mijn eetpatroon waar ik mee bezig ben. Vandaag ga ik daar ook weer mee verder. Ik heb namelijk van de coach die ik nu heb, ik heb een voedingscoach sinds kort om mij te helpen met mijn voedingsschema. En daar heb ik vorige week een sessie van gehad. Afgelopen maandag heb ik daar een schema van gekregen van wat ik moet eten en hoeveel calorieën per dag wat normaal zou zijn voor mij. En een idee wat ik kan halen in de supermarkt. Dus die ga ik zo meteen laten zien. Dan heb ik zo meteen de dansvoorstelling van het Albeda College vanavond. Samen met Richard ga ik daar naartoe. Ik ga ook uit eten met Richard. Dus ja, daar heb je het alweer. Buiten de deur eten. Maar goed, die mevrouw zei ook, dat kan nog wel eens op zijn tijd. En vanavond laat komt Luc weer terug, want die is 4 dagen even lekker naar Zwitserland geweest. Dus ik ben heel blij dat ik hem weer zie straks. Nou, mijn outfit nu is deze blouse die ik zelf weer heb gemaakt. Ik vind het nou weer zo leuk. Ik heb hier namelijk I can buy myself flowers, want dat vind ik grappig. Dat mensen die het lezen dan gelijk dat lied in de hoofd hebben. Maar deze outfit heb ik niet de hele dag aan. Want zometeen als ik naar de dansvoorstelling ga, kleed ik me natuurlijk even om in een geweldige nieuwe jurk. Die ik jullie natuurlijk ook ga laten zien. De eendagsvlog. Gluur als een vlieg hier binnen achter het gordijn. Huim Denise is altijd fijn. Luc die geeft de liefde, ja Denise heeft een zwak. Kees is altijd braaf, ja die staat daar lekker strak. Voor avonturen moet je hier zijn, boodschap, kringloop, budget, tip. Je ziet het hier, thumbs up, comment en abonneer nog voor veel meer. Dan is het nu 12:30 en dat betekent dat ik echt moet lunchen, want ik heb om 1:00 een online overleg. Dus ik heb mijn computer al aangedaan. Wat heb ik tot nu toe gegeten vandaag? Mijn havermout, een appel en 1 boterham met smeerkaas. En mijn lunch die moet ik nog nemen. Ik ga denk ik even voor een mueslibol, voor de snelheid toch weer, ja. En wat dacht ik nou nog meer? Oh ja, en komkommer met een beetje roomkaas, ja. Je moet ook aan de lekkere smaak denken. Even in mijn mail het eetschema openen. Waar ik trouwens nog niet op heb teruggeemaild. Heel zielig voor die vrouw. Dat moet ik ook nog even doen. Ik film hem gewoon. Dan kunnen jullie meekijken. Het dagmenu van uit 2017 calorieën moet het bestaan. Zoveel koolhydraten, zoveel vetten heb ik nodig, zoveel eiwitten. Oké. En aan de hand daarvan heeft ze dus dit gemaakt. En ze heeft rekening mee gehouden dat ik altijd mijn havermout eet. Met dit, een banaan. Dat is een extraatje, dat deed ik nooit. Tussendoor. Oh, jeetje. Ik zie nu pas dat ik tussendoor in de ochtend een mueslibol moet eten. Ik dacht dat dat bij mijn lunch was. Nou, kijk, en dan moet ik best veel eten, zie je dat? Tussendoor dan een appel of thee, koffie. Dan in de avond groente, vlees, vis, aardappelen of rijst bijvoorbeeld. En dan tussendoor in de avond kan ik weer kwark nemen, bijvoorbeeld aardbeien. Oh, en cola zero zelfs. Leuk. Maar dit is een idee, hè? Een voorbeeld. Vanwege dat die uitleg erbij staat, kan ik natuurlijk ook zelf vervangende dingetjes bedenken die ik in plaats zou kunnen nemen van bijvoorbeeld een boterham. Maar ja, dan is er wel veel uitrekenwerk. Dus ik probeer me hier aan te houden, maar eerlijk, het gaat zo slecht deze week. Echt heel slecht. Ik heb pannenkoeken met ijs op maandagavond als avondeten. Gisteren ben ik met oma, was wel heel gezellig. Maar zijn we naar de McDrive gegaan, ook niet goed. Dus het is even wat minder. Maar ik heb ook sommige dagen, dan taal ik niet naar lekkere lekkernijen. Maar deze afgelopen dagen denk ik alleen maar aan de slechte dingen. Dus het gaat er ook weer over. En vandaag gaat het nog goed. Dus ik pak nu mijn mueslibol en lekker wat te drinken.
En dan ga ik mijn online meeting in. Oh nee, ik bedenk me ineens iets. Ik moet zo naar de bieb om te printen, want ik heb geen printer. En het tweede kwartaal van dit jaar is weer voorbij, dus ik moet mijn boekhouding even uitprinten. Tot zo! Ik ben bijna klaar om naar de bibliotheek te gaan, maar ik dacht... Normaal reageer ik altijd op jullie comments op YouTube via mijn telefoon. Maar ik dacht, ik ga even via mijn computer en dan kan ik iets sneller typen en meer van jullie beantwoorden in één keer. Ik heb besloten om lekker op de fiets te gaan naar de bibliotheek. Want dan kom ik ook nog eens in beweging, want ja, mijn spiermassa was laag, hè, weten jullie nog. Dus ik kan lopen, maar ook fietsen. En dan neem ik meteen twee pakketten mee in mijn fietstas, die ik ook nog op de post moest doen. En hier zie je de unieke beelden van mij in de bibliotheek. Want ik kom hier dus echt alleen om uit te printen, maar ik ben zo blij dat ik dat ontdekt heb. 10 cent per blaadje of zo. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon even bij de informatieve boeken kijken. Ik zag niet echt wat, maar het was wel heel rustgevend. Dus binnenkort zie je me daar weer en toen deed ik meteen eventjes boodschappen voor Luc die terug van vakantie komt. Jongens, verstrooid weer als ik ben, kom ik thuis aan. Ben ik weer het pakket vergeten op de post te doen. Dus ik laat even de boodschappen uit en dan ga ik weer op mijn fiets weg. En dan ga ik me lekker omkleden voor de party. Richard is al onderweg in de villa. En dan gaan we uit eten samen. Wel geluk bij een ongeluk, want terwijl ik het nu inruim in de koelkast, denk ik boter vergeten voor Luc, wat hij zo graag wou als hij terug is van de vakantie. Ik zal trouwens even een paar foto's van Luc invoegen, want jongens, Zwitserland is echt een gouden vakantietip. Het is zo'n mooi land en ook heel mooi weer in de zomer. Ja, en ik vind het heel leuk dat Luc even zijn eigen ding heeft gedaan. Want ja, je moet elkaar toch vrijlaten. En ja, hij heeft gewoon heerlijk even 4 dagen dat kunnen doen. Ja, ik kan dat niet met mijn werk. Maar hij wel, als het lekker goed gepland is in zijn week. Dus ja, echt geweldig. En dit heb ik nu aan voor de avond. En als je mij vraagt, Nisa, wat vind jij een perfecte jurk? Dat is dit, een aansluitend model met wel een leuk splitje bijvoorbeeld. Hoeft niet hoor. Dit vind ik zo lekker zitten en het staat netjes, maar ook weer een beetje casual. En daar hou ik van. Mijn kroks doe ik er natuurlijk niet bij aan. Ik denk wel hakjes en anders sneakers. Maar dat laat ik zo zien. Want, wat wou ik zeggen, ik ga even lippenstift op doen. Ik weet het weer. En Luc die komt over 2 uur dus al thuis. Dan ben ik er nog niet. Dus ik pak even een post-it blaadje. En als jullie vaker video's kijken, heb je vast al eens onze deur gezien. Daar plakken we altijd al onze briefjes op die we naar elkaar hebben geschreven. Maar dan schrijf ik even een briefje voor op zijn kussen. Oh, die voor op zijn plek in... Oh. Zijn plek bij het bed. Van ja, hij is er weer. En tot straks of zo. En zin om te knuffelen. Even kijken, misschien vind ik deze schoenen er wel leuk. Ja, die zijn precies crème met bruin. Ik hoef niet langer na te denken. Die doe ik erbij aan. Richard is hier over 10 minuten. Voor wie Richard niet kent, dat is een vriend van mij en van Rutger ook en Thomas. En we gaan naar dansvoorstelling van het Alvada College ook met Rutger zijn moeder en vader gezellig. Dus dat doen we ieder jaar, maar helaas konden Rutger en Thomas niet, maar wij wel. Kijk nou hoe leuk. Echt perfect. Maar knip okay. Ik dat maar allemaal eruit, toch? Ja, allemaal eruit knippen, bedankt. Hé, hey, maar waar hebben we net gegeten? Ja, bij de beren lekker. Ja, ja. Ik zit helemaal te kijken naar mijn outfit. Het kan eigenlijk niet zwart op blauw. Hoe vinden jullie dit jasje? Hebben we in de kringloop gekocht met kerst? Ja, maar zonder het zwarte shirt. Ja. Want dat is nu even dat is de vraag. Of we dan willen. Blauw en zwart. Daar zijn de meningen over verdeeld, maar ik vind het leuk. Oké, daar gaat het om. Dat is fijn. We gaan nu naar Theater Zuidplein.
En, maar welke kant moeten we eruit? Hier is het theater en het is een geweldige sfeer hier geworden op het plein. Vind je niet? Ja, jij bent er nog niet in geweest, hè? Elk jaar hebben ze een speciaal thema bij de dansvoorstelling van het Albeda College. Dus alle jaren doen mee, maar het gaat natuurlijk om het jaar dat afstudeert, de vierdejaars. En Richard weet hoe de show heet. Het heet Bloed, Zweet en Jaren. Nou, hoe leuk is dat? Het gaat over ups en downs, smiles en frowns. Frowns? Dat je zo doet, denk ik. Fronsen. Ja? Of ja, niet? Dat denk ik. In deze voorstelling wordt je meegenomen in het verhaal van dansers in opleiding van auditeren tot diplomeren. Nou. Kijk maar. Daar gaat ze. Het podium is al open, je ziet ze. Spannend. Hier kijk ik ieder jaar zo naar uit. Ik hou echt van dans. Het was ontzettend leuk. Ja, dat was heel leuk. Het was denk ik erg knap. Ja, knap. Je hebt mooi gedanst. Bedankt. Het was mijn 10e show, denk ik, die ik heb gezien. Oh, echt de 10e? Nou, een jubileum? Ik denk het wel. Oh, wat leuk. Ja, want ik had naar Gaby een foto gestuurd van 10 jaar geleden van de week. Ja. Die komt nu in beeld. Ja, ja. En het Albeda is sowieso geweldig. Ach, kijk, wat een mooie foto. En nu ga ik naar Luc, want hij is weer terug uit Zwitserland. Oh. Ja, ja, ja. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Volgende week zien jullie mijn tweede sessie bij de voedingscoach. Dus even een duimpje omhoog nog niet. Dat moeten ze niet vergeten, dat zou toch leuk zijn. En even abonneren, dat zal ook heel leuk zijn. Ook leuk zijn. En TikTok volgen is ook leuk. Instagram. Kortom, alles. De ballen. Nou. Oh. Dag.